TV. Uw kijk op de wedstrijd en de wereld. De enige twee mandaten die de vicepremier heeft behouden zijn die als voorzitter van de VZW kerstfeest, een VZW die een jaarlijks kerstfeest voor de Oostendse gepensioneerden organiseert. Actua TV neemt u live mee naar het hart van het politieke debat. Zou minister Muitens gelekt hebben? Ook vrij onwaarschijnlijk, want de cijfers die in de krant stonden, die bleken correct. Elke maandag, Actua Sport. Een groep gelukkige meisjes die zeggen, ja, joepie, wij zijn geselecteerd. Maar het is ons doen niet, Londen is ons doen niet. Wij mogen binnen 4 jaar naar Rio, joepie. En Actua Boeken. Zojuist zijn mijn memoires verschenen, bijna 1000 bladzijden. Hierin overloop ik 40 jaar politieke geschiedenis in België waar ik een actieve rol in gespeeld heb. Als je heel dat boek leest, aandachtig leest, dan ben ik van overtuigd, dan zie je het prentje. Elke dinsdag nemen we u mee achter de schermen van de politiek. Mijn vraag is heel duidelijk. Wie heeft die jeep betaald? Is het zo dat uw departement daar is tussengekomen? Graag meer uitleg, dank u. Defensie heeft geen kennis van de aankoop op haar kosten van een Mercedes ML ten voordele van Prins Lauw. Tot daar mijn antwoord op uw complete vraag. Elke woensdag gaan we live naar het Vlaams parlement. Maar het zal niet Elio De Rupo zijn die beslist hoe de Vlaamse regering er gaat uitzien in de toekomst. Er zijn misschien sommigen die dat graag willen en er zijn sommigen die graag onze plaats zouden innemen, maar ik vind dat dus niet dat dat niet kan. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Meneer Breek. Ja, collega De Wever, volgens mij moet u schelen... Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens mij moet u schele koppen hebben. Schele koppen, want dan moet hij in uw hoofd volgens mij vol met elektriciteit zitten over hoe dat u die twee tegengestelde belangen kan verzoenen. Elke donderdag zijn we live aanwezig in de Kamer. Waarom blijft u zo halsstarrig vasthouden aan die zeer oude politieke cultuur? Ik kijk uit naar uw antwoord, maar ik maak mij geen illusies. Ik behoud het volste vertrouwen in vicepremier van de Lanotte. Dank u wel. Op vrijdag volgen we de federale en de Vlaamse regering. Het is natuurlijk zo dat de Vlaamse regering niet terugkomt op de beslissingen die het heeft genomen. In het weekend wordt u geconfronteerd met de analyses van politici en experten. En als je dus beseft dat we nu op koers zitten met een bedrag van 150 miljoen, wat veel lager is dan die buffer, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat het vals alarm was voor de zoveelste keer. Daarbovenop wordt Marlijne de Wouters regelmatig ontvangen door boeiende mensen. We drinken bij onze koffie en ons ontbijt. Extremelijk over zijn hoofd. Ook het culinaire komt bij Actua TV aanbod. Burgemeester, we hebben het genoeg gezegd, de rogge vlerk. Een vlaagse. Een roggevlaagse. Een vest moet zwemmen, dus een goed stuk boter. Maar steeds weer staat informatie, actualiteit en analyse voorop. Actua TV, uw dagelijkse afspraak met de wetstraat en de wereld.